Hallo, ik ben Gwen van Poorten en dit is de 100% Inspiratie-podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs! Ja, welkom, uh, lieve luisteraar. En uh, jij ook uh, welkom, Gwen. <laughs> je zit hier super blij. Dus voor degene die het via YouTube <laughs> bekijkt, uh, zit hier een blij einde naast me. Oh, ja. Genaamd Gwen van Poorten. Uh, en ja, we gaan zo dadelijk uh, het gesprek induiken. Maar voor mensen die niet weten wie jij bent of wat je allemaal hebt uitgesproken, kort, even een korte introductie van, ja. van wie jij bent. Uh, we kunnen jou kennen als prestatrice. Mm -hmm. TV-prestatrice van onze, onder andere Spuiten en Slikken, uh, Stuk TV. Nou ja, um, bij uh, op drie, drie op reis, week. Ja. Ja, ja, dus ja. dat is ook, uh, ook leuk. Nou, jongens tegen de meisjes en ga ze maar door. Maar ik ga je snel doorheen, want waar ik het vooral met jou over wil hebben, dat is jouw, nou ik weet niet of jouw nieuwe liefde is, maar in elk geval de liefde die jij steeds meer laat zien ja. aan het grote publiek. En dat is jouw liefde voor ja, onderwerpen waar wij het ook over hebben in deze podcast. Meditatie, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling. Ja. Hoe worden we een beetje gelukkig? 100% om maar ja. even in de lijn te blijven met de podcast. <laughs> Precies. Ja. 100% gelukkig in tijden van prikkels en in tijden van, uh, van heel erg veel, uh, veel afleiding en in tijden van gekke verandering natuurlijk. 2020 was een super gek jaar. Meer actueel dan ooit. Ja, mm -hmm. ja. en jij uh, stond uh, twee of drie dagen geleden, nu we dit opnemen, dan in elk geval. Uh, op nu.nl omdat je iets had geroepen over laten we die telefoon wat vaker uitzetten. Ja, ja, zeker. Ja, dat zijn dingen waar ik allemaal heel lang mee bezig ben, maar waar ik me steeds meer comfortabel voel, denk ik. ik, denk dat het juiste, juiste woord is, om er ook echt over te praten. Maar het is voor mij al een weg die ik al, uh, al heel lang bewandel. Ja, dus het is tien jaar geleden geloof ik is het zaadje bij jou begonnen. Mm -hmm. Komt vaak vanuit pijn. Daar nou, ga je het ongetwijfeld zo over hebben. Waar ja. dat bij jou vandaan is gekomen. En nu kunnen wij ervan meegenieten uh, met jouw podcast, met z'n allen. Maar goed, daar gaan we het allemaal over hebben. Uh, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar okay, voor. nou laten we beginnen. 100%! Days. Nou, en na die knullige tussenjingle <laughs> <laughs> beginnen we met de eerste vraag. Gwen, wat wil je worden als je later groot bent? Oh, nou ik ben goed op weg. Ik ben goed op weg. Ik vind uh, presenteren heel leuk in de breedste zin van het woord. Of dat nou op televisie is, of dat online is, of dat voor grote groepen mensen is. Dit is mijn ding. Dat merk ik aan alles. Daar heb ik ook echt wel een ja. soort van bij twijfel opnieuw onderzocht en weer daarop uitgekomen. Dus dat is hem. Met een soort van kleine side note. Uh, gezond en gelukkig. Dus als ik, als dat <laughs> zeg maar samengaat, als, ja. ik, als ik mijn hart kan blijven volgen op Dat pad, ja. dan, uh, dan blijft het hem zeker. Maar het moet gezond en gelukkig niet de, de, het fundament zijn. En dan... ja. ja, maar je zegt ja, dat is absoluut. Maar ik dacht, het is heel leem om te zeggen: wat wil je later worden gezond en gelukkig? Dat is toch, dat is, dat is niet leuk om te zeggen, toch? Ja, ja, we, ja. Als ja, ik in ik job kijk, natuurlijk, ja. dit, dat is absoluut de fundering. Maar ik geniet zo erg van mijn werk, het is zo'n ja. groot onderdeel van mijn leven. En vroeger zette ik dat voor. Boven mijn gezondheid en mijn, en mijn geluk, dat was alles. Ja. En nu gaat het inmiddels hand in hand samen. En zo ja. beweegt het. Het moet een balans zijn. Want zonder dat, zonder mijn werk, ben ik niet 100% gelukkig. Dus dit ja. gaat samen voor mij. En mag ik je daar meteen een kwetsbare vraag over stellen? Ja. Want mijn ervaring is dat bij bijna iedereen die iets in de schijnwerpers doet. Is en passie en missie, maar ook voor een stukje, ja, dat je een beetje erkenning wil of aandacht wil. Mm -hmm. Dus in hoeverre, de dingen die je opnoemde, hè, presenteren, podcast online ja. voor groepen mensen, voor tv. Ja. In hoeverre is dat omdat jou dat echt drijft vanuit je missie? En in hoeverre merk je ook dat je gewoon die aandacht en erkenning gewoon heel erg geld vindt? Mm, dat was er 100% het eerste gedeelte van waarom ik, waarom ik op tv ben gekomen. Die drang om, kijk eens. Ik mag er zijn. Uh, luister naar me. Vinden jullie me leuk? Vinden jullie me knap? Maar dat, dat was er absoluut. Ik denk dat dat een hele sterke drijfveer is geweest. Um, en dat ik er bij BNN ook wel achter ben gekomen dat dat nooit opgevuld gaat worden. Dat is een soort emmertje dat je nooit kan vullen. Dat, dat, dat is er niet. Dat moet je uit jezelf halen. Ja. Um, en toen dat op een gegeven moment een beetje in balans kwam, dat heb ik echt gemerkt dat ik op tv kwam, maar dat dat niet per se meer mijn ego vulde. Want ik was al zo vaak op tv geweest. Ik heb alle programma's van mijn dromen gepresenteerd. Dat, dat was er niet meer zo. Ik kreeg zelfvertrouwen. Ik vond dat ik mijn werk goed deed. Ik ging leren. Um, en toen in één keer was dat emmertje er niet meer om te vullen. Dus toen kwam ik wel op een punt dat ik dacht, maar al die dingen die ik nu doe, al die programma's, dat voelt niet meer zoals het eerst voelde, maar wat ontbreekt er dan? Op yeah. een gegeven moment weg gaan BNN. Ik uh, ben erachter gekomen. Wat is dat dan? Waarom krijg ik niet meer datzelfde gevoel? Nou, ben ik erachter gekomen dat ik gewoon een stuk lekkerder in mijn vel zit en dat ik dat niet meer nodig heb. Ik ja. heb ik ook mezelf echt de vraag gesteld: maar is dit dan, waarom deed je dit werk dan? Wat wil ja. je dan? Wat, ik ben erachter gekomen dat de programma's die ik presenteerde, daar heb ik superveel van geleerd. Vond ik fantastisch om te maken. Maar die vorm van aandacht, dat is het hem niet voor mij. Het is echt die verbinding. Ja. Ja, en zo is met z'n allen de podcast ook ontstaan. Uh, ik ga heel lekker op die verbinding dingen samen doen. En natuurlijk is daar nog steeds een prikkel. Hè? Het is leuk om aandacht te krijgen, maar het is niet meer nummer één. Het is niet dat ik dat nee. alleen maar nodig heb. Maar die, ik moest dat voor mezelf, was voor mezelf ook een confronterende ontdekking. Dat je denkt: oh ja, dus ik kreeg daar superveel aandacht mee, maar zat ik in de auto naar huis. Maar Voelde niet per se heel erg ja. goed, ik kwam niet helemaal overheen met, met alles waar ik voor sta. Dat, dat zijn de, ja, andere focus. Ja, dus op het moment dat dat wegviel, dat je die, die, die motivatiebron, eigenlijk die ongezonde motivatiebron. Ja. Want ik heb de erkenning ik heb de liefde, ik heb de bevestiging nodig. Toen die wegviel, toen kwam je, als ik dat zo hoor, een beetje ja. in bezinning van. Hé, maar waarom doe ik, als ik het daar niet meer voor doe, waar doe ik dit dan eigenlijk nog voor? Zeker. En als je er ook achterkomt dat uh, ik dacht vroeger echt, toen ik 16, 17 was, nou, als ik ooit bekend. Kom ik in een sport voor mijn ouders. Ouders een grote sportschool in het zuiden. Kom ik daar binnen. Aan, dan ben ik helemaal de shit. Totdat dat dan begint. En ja. je begint herkend uh, te worden. En mensen op straat weten wie je bent. En wat je hebt gedaan. En dat voelde zo anders. Dan ik <laughs> dacht dat het zou voelen. Ja. Dat was, hey, ik werd er juist onzekerder van. En voelde me juist een kwetsbaar kwetsbaarder. En ik werd juist meer afgesloten van de buitenwereld. Toen ik merkte dat... Ik heb het nooit alleen daarvoor gedaan. Ik wilde gewoon heel graag presenteren. Dat wist ik zeker. Waarom wist ik niet? Maar dat was wat ik wilde. En beroemd zijn heb ik nooit over nagedacht. Mijn vriend heeft me wel eens gevraagd. Maar zag je dit echt niet aankomen? Wist je echt niet dat, dat dit zou gebeuren? Je bent zo gevoelig en intens. Dat als wij naar de supermarkt gaan of we gaan de stad in en dit gebeurt. Dit zag je niet. Ik had daar nooit over nagedacht. Hmm. Maar dat was hem niet. Dus ik wist al heel erg dat ik een prijs moest betalen. Voor het werk dat ik deed. Ja. En als dat dan wegvalt, en op een gegeven moment ben je zelfverzekerd en gelukkig genoeg om niet meer die bevestiging van anderen nodig te hebben, dan zit je in een keer in een soort rol, in een job. Maar wa waarom doe ik dit nou eigenlijk? Wat is dat dan? Um, en daar moest ik opnieuw mijn weg in vinden. En uh, um, dat, ik, ik wist dat het daar ook echt nog was, wel als ik uh, voor grote groepen sprak. Mm -hmm. Leuke connecties maakte daar. Maar de podcast, de, de geboorte daarvan en alles wat daar omheen zit. Een soort platform, grote groepen mensen die heel lekker daarop gaan. Dat, nu voelt het echt alsof ik meer dan ooit op de plek zit waar ik moet zijn. Ja, want het, waar het jou om gaat, zei je net: dat is verbinding. Ja. Daar ga je goed op. Klinkt zo zwaar, van. maar dat was echt wat ik de hele tijd in mijn hoofd hoorde en voelde. Ja. En wat ik ook al wel deed. Hè. Bij Spuiten Slik was het ook zo dat we kwetsbare onderwerpen bespraken um, over seks over drugs maar echt wat leren um, bij BNN ben ik een beetje zo geschold van wat, wat vind jij daarvan wat voel jij daarbij yeah. wat doet dat met jou je verplaatst ze in iemand anders en die verbinding vond ik altijd al heel mooi ook de campagnes die we samen deden dus dat triggerde wel al een beetje wat maar ook heel simpel dat ik livestreams deed soort talentenjachten op Instagram dus oké okay, ik ga op zoek naar de beste dansers ja yeah. En dacht ja, dit vind ik leuk, maar wat, wat is dat dan? Weet je wel eens echt een stapje terug nemen yeah. en, en, en evalueren van, oké, okay, dus is het dan de aandacht of is het de connectie? En ik ben er echt achter gekomen dat die verbinding dat is. En in het begin dacht ik gewoon, oké, okay, ik hoef niet een soort hoger doel te hebben. Ik vind het entertainen leuk, dat is genoeg. En dat begint steeds wel wat, wat meer lagen te krijgen. Yeah. En wat is verbinding voor jou? Het gevoel van samen zijn met z'n allen is niet zomaar ontstaan. Dat is echt wat ik wil. Ik, de, ik vind social media heel mooi, maar niet het zenden. Waarom zenden wij de hele tijd? Waarom post je iets en kijk hoe cool mijn vakantie, mijn job. Kijk, ik verdien veel geld. Daar voelde ik me heel ongemakkelijk bij. Maar juist als ik iets deelde waar andere mensen zich in konden vinden... Um, Elkaar gingen aanmoedigen, dat support, zeg maar, die zo'n web maken van mensen en elkaar sterker maken en opbouwen, dat is voor mij ultieme verbinding. En ik merkte al heel snel dat ik bij BNN een soort, uh, ja, een soort Rol kreeg als iemand die zich heel kwetsbaar kon opstellen, waar mensen zich mee konden identificeren, dat ik ook wat meer durfde, wat meer bloot durfde te geven. Dus dan trek je ook wel mensen aan die zich daarin kunnen vinden. Dus daar werden, denk ik, al een beetje een paar zaadjes geplant. Ja, maar dat is inderdaad, je hoort misschien wel, daar, is, daar heb ik heel veel over nagedacht. Ja, ja, en laten we. Nee, je gooit heel veel luikjes ja. open. Dus ik denk, oh, ik wil het hierover hebben en daarover ja. hebben. Uh, laten we beginnen bij de actualiteit. 2020 zit er net op. Mm -hmm. was een interessant jaar. Ja. In elk geval voor mij. Ik denk voor heel veel anderen. Ik denk ook voor jou. Ja. En uh, ik las iets dat jij zei. Ja, 2020 is voor heel veel mensen een omkeerpunt geweest. Mm -hmm. Is dat ook voor jou het geval geweest? Voor mij is het 100% een omkeerpunt geweest. Omdat ik heel erg aan het razen was. Ik was echt een soort. In een rollercoaster terechtgekomen na BNN. Oké, okay, dan sta je op eigen voeten. Wat ga je dan doen? Nou, ik ging als een gek aan het werk. Alle kansen die ik in één keer kon, uh, kon nemen. Want als je bij BNN op contract staat, dan is dat je werkgever. Ja. Dus dan zijn er een ja. hele hoop dingen die je ook niet kan doen. Dus ik was echt een soort losgeslagen puppy. Die <laughs> programma voor RTL deed. Ik programma's online. Uh, ik maakte reizen voor Free Girl. Ik ging lekker influencer. Ik ging echt los aan alle kanten. Vooral ook om. Niet stil te staan. Ja. Maar de basis was, ik wil mijn eigen shit maken. Dus ik dacht tussen dat reizen door, en nou, ik ben denk ik twee keer de wereld rondgereisd, totdat we op een gegeven moment vorig, begin vorig jaar in deze situatie terechtkwamen. Um, ik dacht dat ik maar in één keer soort van wakker zou worden met dit moet ik gaan doen. Maar dat gebeurde niet. En voordat ik het wist, zat ik alweer in het vliegtuig of ja. was ik alweer met iets nieuws bezig. kwam er een programma van RTL. Dacht ik, ja, ik heb alweer een opnames gepland staan, maar. Ik, voor mij is het makkelijk. Ik ga wel weer iemand anders kleurplaat invullen. Ja. Ja. Totdat alles in één keer stil kwam te staan. En ik uh, gedwongen werd eigenlijk om gewoon hier in mijn eigen huis rust te nemen. En geconfronteerd te worden met mezelf. En wat wil ik nou maken? En, en waarom maak ik dat nog niet? Um, ik vond het zo kwetsbaar om te beginnen. Omdat ik vanuit een. Warm nest kom ik? Maak altijd programma's met hele grote teams met mensen die meningen hebben. Die al voordat het naar buiten komt, voordat het gemaakt wordt, hebben al dertig mensen hun mening gegeven. Als je bij een zender of bij een producent iets maakt, dus dat had ik allemaal in mijn hoofd zitten. Ik durfde helemaal niet vooruit te gaan, uh, totdat ik er wel echt achter kwam dat als je niet vooruit gaat, als je niet faalt, als je niet op mm -hmm. je bek gaat, als je geen stappen maakt, ga je nooit groeien. Ik merkte dat ik eigenlijk gewoon. Ondanks dat ik heel veel aan het doen was, voor mezelf stil stond. Ja. Daar was een soort onrust. Um, dus in die rust kwam met z'n allen een tijdje voor corona wel. Dat ben ik gaan maken, was nog niet online gekomen. En toen in, in coronatijd heb ik het gewoon online gezet. En toen is het balletje gaan rollen. Toen ben ik eindelijk begonnen met groeien en op mijn bek gaan en ontwikkelen. Helemaal in mijn eigen beheer. Helemaal vanuit mezelf. Ja. En dat was. Dat is zo'n groot cadeau geweest. Dus omkeerpunt in elk geval zakelijk. Dat je ineens ja. verplicht soort van thuis zat. En moest gaan nadenken. Ja, wat wil ik eigenlijk maken? Ja. Maar het is ook nog best wel veilig. Want het is, zit nog gewoon op, op het gebied van je beroep. Ja. Uh, was het ook voor jou een omkeerpunt persoonlijk? Of emotioneel? Wat heeft het met, met de persoon Gwen gedaan? Dat je ja, ineens thuis zat. En misschien wel geconfronteerd werd. Met, met je eigen gedachten mm. of gevoelens. Um, ik dacht altijd dat ik voor uh, rust... Uh, in de chaos naar het buitenland moest. En dat is nog steeds een dingetje. Maar ik vind het moeilijk om het leven hier los te laten, omdat er altijd zoveel is. Ja. Online, qua werk, er is zoveel wat de hele tijd kan. Dat ik ook hier altijd maar ga. En dan als ik in een andere tijdzone zit, daar ben ik ook heel vaak alleen op reis. Ja. drie weken telefoon uit, dan kan ik echt van tot mijn kern komen. En dat kon in één keer niet. Dus in het begin raakte ik er wel een beetje en die rust, dat mijn vriend werkte in een keer thuis. Um, dat heeft me gedwongen om, om echt naar mijn eigen leven hier te kijken. Want ik kwam hier, ren als een kip zonder kop rond, zonder structuur, deed alles. Vol gas. En dan was ik op, vliegtuig in. Ja. Of voor een klus van een beviktaar. Ja. En in nu heb ik eindelijk een soort van met een vergrootglas naar mijn eigen leven kunnen kijken. Wat, wat vult nou mijn, ik noem het altijd een emmertje, weet je, wat mm -hmm. vult nou echt mijn emmertje? Ik weet dat ik mezelf dat moet geven, maar hoe kan ik dat in een structuur gieten? Dus hoe kan ik nou als zelfstandig ondernemer iedere dag beginnen met dezelfde structuur? waar, waar ga ik lekker op? Hoe kan ik beweging iedere dag inbouwen? Hoe kan ik meditatie iedere dag inbouwen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik Beter met mijn telefoon omgaan. Uh, welke prikkels ga ik slecht op? Weet je, wat zijn nou eigenlijk die regels die ik hier moet hebben? Waarom, waarom werk ik mezelf steeds omver? Um, en dat is een, een, een de, de, het grootste. Ik zei laatst ook in mijn story, is heel stom, maar ik heb gewoon geleerd om de vaatwasser zonder zeiken uit te ruimen. <laughs> Kleine dingetjes, ja. die zo'n struikelblok waren, die heb ik getackled, omdat je moest. Ik, ik dacht, nou, nu moet ik echt mijn nest gaan bouwen. Uh, en dat is met vallen en opstaan geweest. Um, maar het meest leerzame ooit. Ik heb eindelijk na jaren rennen een fundering gelegd. Wauw. Ja. Wat is dat voor jou dan een fundering? Um, um, de touwtjes in eigen handen nemen. En dat is voor mij echt die ochtend, die basis, die structuur. Weet je, het leven raast aan je voorbij. Maar hoe. Ik kan niet zonder beweging. Dus hoe, hoe gaan we dat dan doen? Dan gaan we gewoon een uur eerder opstaan. Ik begin met mediteren. Zochtens. Waarom? Want na mijn beweging, stik ik te hoog in mijn energie. Um, al die dingen, alles waar ik mijn Emmertje mee vul, dat is een soort van unapologetic self care, zeg maar. Uh, dat zijn mijn regels. En ook heel goed naar mijn werkschema gekeken, ik werk met andere mensen samen. Ja, ik ben gewoon pas na half tien bereikbaar. Punt. Uh, ik wil eigenlijk gewoon tot half drie bereikbaar zijn smiddags. Hoe kunnen we dat regelen? Hoe kunnen we kijken naar. Bijvoorbeeld een dag als deze heb ik meerdere opnames met mensen. Nou, dat is dan mijn woensdag, weet je. De, hoe kan ik nou mijn eigen leven zo tweaken? Want ik ben de baas. Ik wil niet dat het leven mij overspoelt. Ja. En dat zorgt ervoor dat er meer gedaan kan worden. Dat er meer creativiteit ja. is, dat er meer rust is, dat er meer connectie is met de mensen waar je mee bent. Weet je nou, nu kan ik een echt gesprek met jou voeren, omdat ik weet dat mijn focus ligt hier vandaag. Ja. Er zijn geen dertig ja. andere dingen. En kun je dan nu de rust van een strandje op Aruba in een ja. andere tijdzone, lukt het jou dan nu om die een beetje hier te ervaren? Um, ik moet eerlijk zeggen, dit is de eerste week nu uh, dat de, de eerste week van het jaar, waarin ja. dat ik een tijdje vrij ben geweest. Ik vind het uh, nog steeds een uitdaging om je hoofd koel cool te houden in een wereld waar zoveel is, en zoveel mensen iets van je moeten en waar zoveel kan. Um, maar het is absoluut mijn, mijn doel om die rust op te zoeken. En ik weet ook dat dat in de ochtend voor mij het makkelijkste is. En dat ik straks ook echt even terug moet schakelen als ik thuis kom. Ja. Ik, uh, ik heb wat meer begrip voor mezelf. Ja. Dus het, het, ik vind het moeilijk. De weekenden probeer ik echt. Vrijdagavond telefoon uit. Uh, ik, ik zoek mijn rustpunten. Maar ik, ja, er, er gaat toch echt voor mij nog steeds niks. Als ja. echt zeg maar fysiek en mentaal. Ergens anders zijn. Maar het lukt me nu wel. En ik heb, ik, ik heb, wel meer, ik heb gewoon een thuis gekregen in ja. mijn eigen leven hier in Nederland. Ja, ja. Ben je soms een beetje gevoelig voor prikkels? Gwen? <laughs> ja. Ik ben heel gevoelig. <laughs> ja. En ik heb een heel hoog sensitief. En daar praat ik af en toe over. Ik heel vaak vragen daarover. Maar ik ga daar niet heel vaak op in. Van nou, vertel, hoe doe je dat? Ja, ik ben daar nog heel erg in aan het zoeken. Omdat ik ook nog helemaal niet ja. zo lang weet dat ik dat ben. Je verklapt al iets, dat je wat liever bent naar jezelf, wat begripvoller ja. naar jezelf. Dat is een oude om maar zo te zeggen, zou straks thuis komen en doorrazen. Ja. En nu merk je ook: oh, ik heb vandaag opnames gehad, even, ja. even rust, even ontkoppelen. Ja, en ja, vooral ook, um, je maakt je eigen regels. En we ja. hebben een soort leven waarin bepaalde dingen als normaal worden gezien. Nou, we hadden het er net al even over, jij hebt ook geen WhatsApp. Uh, ik ook niet. Een paar jaar geleden besloten om dat niet meer te doen. En dat is best wel moeilijk, weet je. zijn omgeving die werkt daarin niet altijd. Ik weet niet of het, hoe dat bij jou is. Hoe mensen daarop reageren. Nee, ik, vind, ik ben benieuwd hoe bij jou is. Ik vind het ja. dat hilarisch dat, dat ik maak het bijna dagelijks mee. Dat mensen echt zo, ja, dan stuur ik je even een appje. Ja, ik heb geen WhatsApp. Ik, ja. En dan, dan, dan zie je ze zo vastlopen van. Of, oh, wat lekker. Maar dan niet het gevoel hebben dat ze dat zelf kunnen doen. Um, dat vind ik zo bizar. Ja. Ook mensen te vragen dat ik vaak offline ga, maar. Wat doe je dan met je leven? En dan denk ik, ja, als jij niet weet dat het leven buiten je telefoon heel leuk is, dan denk ik dat wij een ander gesprek moeten voeren. <laughs> maar ik wil, ja. ik, ik wil mijn eigen leven leiden zoals ik dat wil, waar ik me comfortabel bij voel. Ja. En dat is best anders dan een hele hoop mensen. Dat ja. is echt. En, en daarin heb ik me moed moeten verzamelen om die grenzen aan te geven en te bewaken ook. Um, want ik wil niet dingen blijven doen waar andere mensen zich comfortabel bij voelen. waar ik uiteindelijk aan onderdoor ga. Ja, en ik had laatst, ik ben benieuwd of jij dat herkent. Toen zat mijn meisje een beetje te appen met haar vriendinnen. En ineens, want ik heb nu al anderhalf jaar, twee jaar of zo geen WhatsApp. Ineens merkte ik toch van ja. Oké, okay, wat ik echt niet mis is, is dat iedereen je elk moment lastig kan vallen. Want ja. daarom ben ik ermee gestopt. Ik werd er helemaal gek van en ik ben dan zo'n pleaser. Ik kon gewoon niet de verwachting van mezelf uitzetten dat ik overal op moet reageren. Ja. Maar die herken je okay. ja. Dus ik weet waarom ik het heb gedaan. Maar ik dacht, ja, nu via de SMS. Het is toch een ander medium. Via de SMS is het hooguit: hé hey bro, gelukkig nieuwjaar. Of waar ja. zullen we weer eens afspreken? En SMS voelt niet als daar gaan we een gesprek voeren. Nee. Dus ik zie vrienden of ik zie ze en dan heb ik echt contact met ze. En dat tussen ja. eigenlijk niet. En toen nou ik zie mijn meisje dan best wel vaak appen of nou niet ze appt ook heel weinig voor uh, de standaard of neeze maatschappij denk ik maar als ik haar zie appen dan denk ik dag laatst van fuck ja ik mis dat ook alweer een beetje dat je het, het is ook al contact het is ja. ook verbinding van met 100%. vrienden even een gesprekje hey, was, uh, weet je wel en dat ja. eh, mis jij dat nee ja ik, zou, <laughs> ja ik zou willen zeggen dat het wel zo is maar ik kan gewoon niet Kijk, mijn, er is nog steeds een heel groot leven voor mij online. Ik heb mijn eigen Instagram-account. Uh, dan heb ik met z'n allen de podcast. Daar gebeurt eigenlijk alles rondom de podcast. Maar ook challenges. Bijvoorbeeld nu zitten we in met z'n allen fit. Uh, ik, ik beheer dat allemaal zelf. Er is niemand die dat doet. Dus ik deel 50 stories per dag. Die moet ik opzoeken in mijn inbox van mensen die aan het bewegen zijn mm. samen met mij. Daar zijn reacties. Die wil ik in ieder geval allemaal liken. Um, daar wil ik wel met mensen mee gaan samenwerken. Maar dit is mijn ding: ik heb een YouTube-kanaal. Um, daar gebeurt zoveel. Dat dat voor mij prioriteit heeft. En dat mijn ja. emmertje qua energie ja. geven in tekst in mijn telefoon. Ja. Dat is er niet. En ik heb ook geprobeerd een andere telefoon te nemen met een ander nummer, waar ik dan vrienden oh ja. wel op heb. Maar ik heb die energie gewoon niet meer. Nee. Maar dan ga ik dus nu wel. Dat is echt mijn goede voornemen. Een creatieve manier kijken hoe ik dan met mijn vrienden kan afspreken en kan kijken dat we toch die verbinding hebben. Ja, nou, mijn emmertje is gewoon echt vaak op. Ja, um, ik zou willen dat het niet zo was. Ik zou willen dat ik dat, dat ik meerdere batterijen heb, maar het is er echt maar één. En ik ben wel dus energie aan het stoppen in hoe kan ik hem volhouden. Ja, maar dat is een, dat is een leerproces. En... Wat ik, oh ja, als je dat zo zegt, je Instagram-account met met z'n allen challenges en 50 dingen per dag, liken ja. en share en dingen. Hoeveel uur per dag zit je dan op, op, toch nog op je telefoon of op Instagram en zo? Veel, veel. Maar ik probeer het een beetje rond om het, het middaguur te houden. En was, vandaag kan dat niet. Maar als je naar enigszins structuur kijkt, dat ik rond 12 uur iets post overal. En dat ik wat reageer. En dat ik dan echt geconcentreerd online ben. In plaats van. Verspreid over de hele dag. Mm -hmm. Ik zie gewoon echt iedere keer als ik mijn telefoon pak, er komt een mailtje binnen of er moet iemand iets, of er is iets, is iedere keer een klein beetje van mijn batterij leeg. En daar ben ik me heel bewust ja. van. Dus ik probeer het geconcentreerd te houden. En het is een soort uh, uh, haatliefde, omdat ik zo lekker ga op die verbinding. En aan de andere kant, dat ik weet, als ik de hele dag met mijn hoofd in mijn telefoon zit, ja. dan komt er niks van de rest terecht. Dus het, is, het is een balans en ook uh, uiteindelijk met mensen samenwerken die waar ik een mooi team mee ben, maar met allen is zomen moet je eigenlijk niet zeggen maar heb ik ergens laatst gelezen mijn kind dan mag je dat niet zeggen dan dan hecht je er te veel ongezonde waarden aan oh. zeg maar dan zet je het, ja. het is ja maar het is mijn kind <laughs> ja. nee maar je toch het, ja. voordat je het kan uitbesteden moet je eerst zelf weten hoe je het graag wil hebben ja, toch ja absoluut en over balans gesproken je hebt het een paar keer genoemd je ochtendroutine of ochtendritueel hoe staat Gwen op wat doe je allemaal Um, ik sta op in de ideale wereld tussen zes en kwart voor zeven. Uh, dan liggen mijn sportspullen al naast mijn bed. Dan drink ik een groot glas lauw warm water. Ga ik mediteren. Ik ben heel erg into Joe Dispenza. Ik heb net zijn boek uh, Overstijg jezelf. Is het ook stijg mezelf? Overstijg jezelf. gelezen. Um, en ik ben nu uh, uh, ja, zijn geleide meditaties aan het doen. Die zijn fantastisch, um, of gewoon een stilte-meditatie. Uh, en dan ga ik naar buiten. En vooral nu, ik merk gewoon dat het naar buiten gaan voor mij zo belangrijk is. En als ik dat in de ochtend niet doe, dan, dan gebeurt dat niet. Dus dan ja. probeer ik gewoon flink te wandelen en ik geniet onwijs van een stad die nog slaapt. Koptelefoon op, lekker flink uh, wandelen, thuiskomen, douchen. Um, en dan uh, proberen nog even een beetje rustig op te starten. En een plan te maken. En ik probeer nu ook wel eigenlijk de avond van tevoren een plan te maken voor de volgende dag. Ja. Maar ja, mijn leven is gewoon niet zo regelmatig. Dit zijn gewoon. Ik. En ik, en ik vind het ook moeilijk dat ik die structuur nu heb. Want de afgelopen twee dagen was ik al zo vroeg de deur uit dat dat dus niet mm -hmm. kan. En dan ja. merk ik dat ik minder lekker ga. Ja. Um, maar ik weet, uh, ik weet wat een basis is waar ik lekker op ga. En ik verheug me er dan op dat het dan dus morgenochtend dus, wel kan. Ja, dus liefst vroeg wekkertje. Ja. Uh, warm glas water. Ja. In ieder geval een glas warm water ja veel water <laughs> ja, ja mediteren en dan even wandelen ja, nou ja en echt wel even een uur anderhalf uur gewoon echt eventjes ja die ik woon in Amsterdam en ik ben helemaal verliefd op Amsterdam en het, ik vind het zo lekker om gewoon lekker over de grachten te banjeren met een uh, luisterboek podcast oh, ja. dus dan is het een beetje zo dan houden er nog een koffietje onderweg of zo ja dat is ja, helemaal blij ja, ja dat is echt ja dat is mijn ja. hoogtepuntje je kan ja. niks anders nee dat snap ik lekker ja. koffietje halen lekker nog als de stad nog slaapt dat gevoel dat je het zit gewoon tussen je oren dat je al voorloopt, weet je, dat je je dag zo begint. Ja. Dat, uh, dat is mijn, uh, mijn basis. Ja. Oké, okay, met z'n allen. De podcast. Je hebt het nu al een paar oh, keer genoemd. En ja. sommige mensen denken: waar heeft die chick het nou over? Want ja. met z'n allen. Dat is jouw kindje. We ja. hebben <laughs> we net geleerd. <laughs> ja. 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 Hoe, hoe, is dat, hoe is dat ontstaan? Want het kost hartstikke veel tijd. kost energie. Je moet er zelfs ook in investeren. Wat, ja. wat, uh, wat, 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 is, wat is de motivatie? De drijfveer erachter? Ja. Is, ik heb een hele hoop programma's gepresenteerd. Um, en ik miste bij televisie op een gegeven moment echt een verbinding met de kijker. Die. Oké, okay, ik heb jullie aandacht, maar laten we dat dan samen doen. En uh, op een gegeven moment, na anderhalf jaar dat ik weg was, heb ik mezelf compleet aan overgegeven. Ook echt in mijn meditaties gezegd, dit, ik ga het gewoon loslaten. Ik weet dat er iets gaat komen. Ik was zo gefocust, hyper gefocust op alles wat anderen deden. Van wat moet ik dan iets van iemand anders ombouwen? Nou, dat, het kwam gewoon niet. Het, 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 het lukte niet. Zoveel dingen geprobeerd. Helemaal losgelaten. Met mijn vriend een maand naar Bali geweest. Vorig jaar, eerste maand van het jaar. En ik kwam thuis en uh, er was een avond dat ik naar bed ging. Ik had een livestream gedaan waar ik dacht: Nou, stel al jullie vragen maar. Weet je, iemand stelde een vraag over. Oké, okay, ik uh, ben net uit een relatie gestapt. Ik heb advies nodig. En dan ging ik, dat was anoniem, en dan ging ik samen met mensen live om dat te bespreken. Gewoon als testje. En ik lig in bed. En in één keer, dit is echt geen grap, hoor ik de tune van. Hennie Huisman. <laughs> ik denk, ze gaat het niet zeggen. Het is ja, wow. met z'n allen. En ik dacht, nou, dit is zo raar. Met z'n allen. Dus ik ben naar bed gegaan. Ik heb een notitieboekje gepakt. Met z'n allen. Want dat is wat het was. Ik wil het gewoon met z'n allen doen. Dat zei ik ook tegen iedereen. Ik wil het niet alleen doen. Ik doe het met z'n allen. Want alles wat ik doe, is altijd met iedereen. Ik ga niet iets in je gezicht wrijven. Waarom? We kunnen elkaar toch helpen? In plaats van alleen maar een beetje gek maken online. En toen dacht ik, ja, met z'n allen, met allen de podcast. Ik wil een podcast gaan maken omdat het dan gewoon is wat het is. Ik ben klaar om dingen van een uur terug te editen naar 10 minuten. Ik heb ja. daar geen zin meer in. Dus ik belde mijn manager de volgende dag op. Ik luister alles wat er ligt. Ik weet wat ik wil gaan maken. Het heet Met z'n allen de podcast. Anonieme vragen van luisteraars. Ze mogen me alles vragen. En dan ga ik dat met bekende gasten bespreken. En naar aanleiding daarvan anekdotes over hun eigen leven. Ja. Maar op dat moment dacht ik nog. Mensen kennen mij van BNN, grote beetje gek. Seks, drugs. Ik dacht, het wordt echt een beetje zo'n podcast, want het komt vanuit de kijkers. Ik zei: zeg maar waar jullie het over willen hebben. En in de eerste aflevering had ik het al een beetje over mijn burn-out. Een dingetje die ik doe, om mezelf gelukkig te maken. Ja, dat is gewoon als je mij de kans geeft om ergens over te praten. Ja. En toen merkte ik dus dat er heel veel vragen over kwamen. Vertel eens wat over je meditatie. Dus de luisteraars hebben de podcast gemaakt tot wat het nu is. En ik dacht, ik wil hier al zo lang over praten, maar ik zag helemaal niet wow. een weg daarin. Ik zag niet. Ja. Wow. Dus, dus in één keer ging er voor mij een soort doosje open dat ik dacht. Ja, mijn vrienden zeiden altijd al: Het zou zo leuk zijn als mensen dit van jou zagen. En ik dacht, ja, maar ja, het is gewoon ook mijn werk, weet je wel. Want ik zag niet dat het zo persoonlijk kon worden. Maar ik ben wel heel open. En zo is het gevormd, gevormd, gevormd. Tot op een gegeven moment dat ik dacht, ik wil een meditatie challenge gaan doen. Al hebben we maar tien mensen. Laten we samen dat gaan doen. De dag van tevoren besloot om iedere ochtend zeven uur ochtends in mijn pyjama gewoon live te gaan. Nou, daar hebben er duizenden mensen meegedaan Achter een beschermd en achter app met z'n allen de podcast op Instagram. Toen merkte ik, ja, dit is, ik verdien hier niks mee. Mm -hmm. Ik sta iedere ochtend 7 uur op, dat <laughs> is super kwetsbaar, maar ik ga lekkerder dan ooit. <laughs> ja. Dit is wat goed voelt. Dit is wat we in de podcast kunnen bespreken. Uh, toen ben ik op tijdloos geweest, ja. afgelopen zomer. En daar vielen nog veel meer kwartjes. Uh, Mensen gesproken. Dat ik dacht, ik had al heel lang het idee Turbo Gwen. Een serie voor op YouTube. Heel moeilijk, waar begin ik dan? Gewoon begonnen met video's maken. En zo paste alles steeds meer. En werd het steeds groter. En steviger. En dan kwamen er steeds meer ideeën. En dat kwam voor het eerst echt allemaal uit mijn hart. En toen dacht ik, ja. Dit is... Maar en ook het grappige is dat niemand om me heen dat per se zag. Echt iedereen dacht dat ik gek was geworden. Van... En, en, en hoe meer ik daar... Hoe meer energie ik daarin ging steken. Die, die meditatie ja, iedereen om me heen. Inclusief mijn vriend. Ja, die, niemand had echt een idee wat we gingen doen. Mm -hmm. Totdat het ontplofte. en dat iedereen één keer zag: Oh. En, en, en alles tot nu toe in eigen beheer. En eindelijk nu een beetje stapjes aan het maken. Om te kijken: Oké, okay, nou mijn website komt 1 februari live. Um, maar voorzichtig. Want het is echt iets wat ik met mijn hart stuur. En daar zit niet zomaar uh, een ander bij. Ja, dit klinkt echt als flow. Want je had zelf al lang De intenties, dat ik dat zo hoor, om dus deze kant van jou meer te laten zien en er meer mee te doen. Ja, Volgens start je met z'n allen podcast Denk je nou, dan zullen we allemaal vragen binnenkomen over seks en drugs? Ja, en krijg je het gewoon op een p van jouw fans, van jouw volgers? En komen gewoon vragen over meditatie en geluk en succes ja. en spiritualiteit? Ja, en echt ook de gasten die kwamen, en ook steeds meer dat ik, ik was op tijdloos. Ik Casper, Casper's focus, yeah. legend. Ik lag daar <laughs> en ik dacht in één keer in die meditatie... ja, dit is zo mooi. Ik probeer het echt toegankelijk te houden... ook voor mensen die helemaal niet spiritueel zijn. Yeah. Het is echt mijn doel om mensen die denken... fuck, ik heb een beetje een stijve nek... Kom denk ik van de stress. Wow, uh, ik hoorde van Gwen dat je ook je telefoon niet op je nachtkastje kan leggen, maar een wekker kan kopen. Allemaal mensen die gewoon een beetje triggeren, mindset tools, yeah. uh, mensen die ervoor openstaan om een stukje dieper te gaan. Dat, dat gebeurt ook in de podcast, maar ik wil het voor iedereen toegankelijk maken. Yeah, yeah. En Casper heeft een beetje hetzelfde. Dus ik lag in de meditatie bij hem. Ik dacht: wauw, ik heb alleen maar hele bekende gasten, maar ik ga hard op wat Casper net vertelt. Yeah, yeah. Hoe kan ik hem in de podcast krijgen? Nou, hoppe uitgenodigd. Helemaal verzonken in hem. En ik dacht. Shit, ja, wat gaan de mensen nou hiervan vinden? Nou, meest beluisterde de podcast. Ja. Uh, dat is heel <laughs> grappig. Want echt iedereen komt langs van ja. Katje Schummel Johnny de Mol. En dat je dan ziet dat daar dan. En dan denk je, oh, daar krijg ik weer heel veel zelfvertrouwen van. ja om weer ik word, ik word echt gestuurd daardoor. En dit is wat ik wilde. En nu zijn we bezig met met z'n allen fit. Uh, challenge om iedere dag te bewegen op jouw manier, of dat nou een paar push-ups is. Een wandeling, een die-hard workout. En dan wat je ziet, wat iedereen deelt met elkaar en hoe iedereen elkaar support. Omdat het ook echt een, een afgeschermd Instagram account is. En heel veel mensen vragen mij: wat is je verdienmodel? Ik was gisteren nog bij 538, overal waar ik kom. Mensen zingen, maar hoe werkt dat dan? En Waar sta je onder contract en ja, dat is dat is ik? ik ben anders, Tof. Nu. Maar ja. je bent ook niet achter. Ik is natuurlijk wel degelijk een idee achter om met absoluut. met, met z'n allen ooit geld te gaan verdienen, absoluut. En ik verdien daar nu ook al geld mee uh, indirect, dus ik, ik werk met partijen samen, maar dan gewoon als het goed voelt. Ja. en ik, ik werk als prestatrice. Ik doe ook presentaties in het land als ja. dagvoorzitter. Ik influence. Dat klinkt mogelijk, mm -hmm. maar er is echt geen andere naam voor. <laughs> maar ik verdien gewoon mijn geld met internet. Ja. Um, en daar, nu, dit is mijn eigen, mijn eigen winkel. Ja. En het is heel leuk dat hoe meer dat, ja, dat is zeg maar, Gwen van Poort, de presentatrice op televisie, hoe meer ik hierover praat, dat er ook echt producers zijn en regisseurs en mensen die met mij praten over. Oké. Okay. Als dus je bent in te mediteren en dan, oh, dan, dan past dit bij jou. Ik hield dat allemaal voor mezelf. Maar als ja. je niet deelt met anderen ja, waar, waar, wat er echt in je hart zit, dan komt dat ook niet op je pad. Nou, dit is een tip, dames en heren. Dit ja. is een tip. Er zijn heel veel mensen die. ik noem maar wat, je bent uh, accountant of je bent consultant of je bent postbode. En je ja. hebt eigenlijk een passie voor iets heel anders. Ja. Dat je denkt: ja, waarom heeft het nou zin om nu mijn passie voor. Uh, chakra meditatie te delen. Ik noem maar iets geks. Ja. Zoals je dat doet, dan op op de meest gekke en onverwachte plekken en manieren komt dan ineens dat op je pad. Dat je daar meer mee kan doen. 100 procent. Zo kijk ik ook echt naar Instagram. Dat kreeg ik steeds meer door in de tijden van posten om maar iets te posten. Wat dat dan met mij deed of een post van iets wat ik zelf heel leuk vond. En ja. dan zie je gewoon dat dat echt als een soort magneetwerk natuurlijk yeah. um, en zo ben ik daarmee gaan spelen van oké okay, dus als ik mijn liefdes en mijn passies allemaal naar jullie toe gooi dan komen dus de mensen die mensen naar mij toe maar dat is echt een overgang geweest want yeah. er is een tijd geweest dat mensen alleen maar dachten dat ik soort van seks drugs rock and roll uh, in yeah. bikini op de foto op dumpert altijd is dus een heel ander beeld um, waar ik ook wat ik ook moeilijk vond om los te laten omdat je denkt maar al deze mensen die dit van mij kennen, die zitten hier niet op te wachten. Hoe, hoe ga je ermee om? Want volgens mij, als je Gwen van Poorten googelt, dus ik ben van Poorten Billen ja. een van de eerste suggesties. Ja, nou ja, ik, ik... Tot aan top teens toe. Van ja. de mooiste Gwen van Poorten Billen foto's. Nou ja, ik vond het al... gewoon heel leuk om mijn billen op de foto te zetten. Want ik ben gewoon blij met mijn billen. Maar dat is natuurlijk niet echt wie ik ben. En op een gegeven moment kreeg ik daar wel een beetje. Dat ik dacht ja. Op een gegeven moment, in het begin, als je dan aan het knallen bent en je bent natuurlijk, ik ben nog steeds super ambitieus, maar super eager en je wil uh, zoveel mogelijk doen. Um, dan is het leuk als zo'n foto veel likes krijgt. Maar op een gegeven moment denk je, ja, maar ik ben meer dan dit. Ja. Uh, en toen stoorde het me wel eens. Maar nu, omdat ik zo mijn andere kant heb ontwikkeld en, ben, en ik ben alles. En dat is denk ik ook wat een hele hoop mensen ja. uh, 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 nog moeilijk vinden. Oh, maar hoe kan jij dan. Ik post ook wel eens iets over Tunderdome. Uh, dat is een soort een, een gedeelte van mijn roots waar ik heel lekker op ga. Ik vind dat gewoon fantastisch. gabbers en alles wat erbij komt kijken. Ja. Dus dan post ik iets van Tunderdome, maar ik mediteer. Um, ik post iets over zelfliefde. Maak staal half naakt op de foto. Maar dat kan toch niet? Jawel, want je bent als mens veelzijdig. Ik ben alles. En dat probeer ik heel erg te ownen. En. Um, dan is die focus ook minder erg, omdat ik weet dat de mensen weten wat ik leuk vind en waar ik voor sta. Hey, en in jouw met z'n allen podcast, je hebt best wel wat mensen al geïnterviewd. Ik noem een paar namen: Geraldine Kemper, Romy Montero, Art Royakkers tot aan Casper's Focus en Johnny de Molto. Dus dat zijn best wel moeilijke vragen. Ik vind het zelf dat ook moeilijke vragen als mensen dat aan mij stellen. Maar kan je iets noemen? Wat is iets of een aantal inzichten die echt heel veel impact op jou hebben gemaakt? Dat Oh, nou. Dan even verder met Kasper. De nuchtere manier van je leven tweaken. Uh, hij is een biohacker. Uh, ik wist helemaal niet wat een biohacker was, totdat ik Kasper ontmoette en hoe ver dat gaat. Dat jij op een hele nuchtere, laagdrempelige, laagdrempelige manier. Um, je leven kan tweaken zodat je lekkerder in je vel zit, meer energie hebt, gelukkiger bent. Allemaal dingen die super toegankelijk zijn. Dat was mindblowing. Ik zit ook in dat gesprek echt met open mond naar hem te kijken hoe helder hij dat uitlegt. Um dat we als mensen op ieder moment in staat zijn om ons leven te vormen. Zodat we beter presteren en lekkerder gaan. En ik denk samen met die verwondering van mij. Dat een hele hoop mensen die de podcast al volgden. Ook die eye-opener hebben gehad. Ja. van Wauw, ik uh, kwam een vraag binnen. Ik heb best wel veel stress na mijn werk. En dan kom ik thuis en dan kan ik dat niet uitzetten. Hoe kan je terugschakelen? En hij gaf een ademhalingstechniek die je even in de auto kan doen. Zodat, die doet hij ook altijd. Zodat hij thuis komt... Bij zijn vrouw, zijn kindje, zodat hij meer aanwezig is. Ja. En dat kan je op een aantal manieren. Kijk, ik heb heel lang boeken gelezen waarin staat: uh, How to be more present. En uh, be more in the moment. En uh, contact met het universum. Ja, ik ben helemaal down. Maar er zijn een hele hoop mensen die dat niet snappen of niet willen. Dat, dat gaat te ver. Ja. En hij zei precies hetzelfde. Maar dan hele praktische tools, waardoor een hele hoop mensen aangaan. Ja. Ja. En dat vind ik zo mooi, omdat voor mij het heel vaak uiterste waren. En die middenweg, die tone of ja. voice, die Casper, zeg maar, heeft, die voel ik heel erg. Omdat ja, ik denk dat, dat, dat een hele hoop mensen zeker na afgelopen jaar allemaal op hun eigen manier een dieptepunt hebben bereikt. Of dat is heel erg verveeld, geconfronteerd met jezelf, met je partner, met je familie, met uh, financiële problemen, geen afleiding, niet kunnen reizen. iedereen denk ik, op zijn eigen manier. Ook uh, vooral het gevoel dat... Uh, ons leven, alles wat we dachten dat vanzelfsprekend was, dat is niet altijd zo. Een hele hoop mensen echt openstaan nu voor dat soort tools. Ja, absoluut. En ook echt, en dat heb ik als je kijkt naar wat ik zelf, dus is natuurlijk niet alleen maar bij mijn burn-out gebleven. Je, je merkt ook al dat ik met prikkels vrij intens ben. Ik heb regelmatig dat ik nog tegen een muur oploop en dan ga je even diep en dan kom je altijd. Uit, want je gaat in die diepte, zeg maar, zoeken naar tools. En ik denk dat heel hoop mensen nu zo openstaan voor weet je, wat jij bespreekt. Uh, mensen zoeken naar praktische tools, inzichten. Ja. Wat minder oogkleppen op. Uh, en dat was voor mij dat, dat ik toen ik met Kasper zat, dat ik dacht: nou, ik ga zo lekker op dit gesprek. Uh, en ook uh, het, het mooie dat ik met zoveel mensen praat die daar ook mee bezig zijn. Iedereen heeft op zijn eigen manier. Uh, Dieptepunten bereikt, dingen meegemaakt, eigen wijsheden. Ja. Mensen geloven vaak niet in hun eigen genius. Ze, ze denken dat het allemaal maar normaal is hoe ja. zij dingen oplossen. Terwijl ja. ieder doet dat op zo'n unieke manier. We kunnen zoveel van elkaar leren. Ja, ja dat is cool. Weet je ook tof, vindt. Dat wij volgens mij voor een groot gedeelte dezelfde missie hebben, namelijk om persoonlijke ontwikkeling gewoon leuk en toepasbaar voor iedereen te maken. Ja, zeker. 100%. Ja. Je, je, je ja. hoeft niet onder een regenboog je chakra's te reinigen of gloeiend hete kolen te lopen om aan jezelf ja. te werken. Het kan ook gewoon heel erg nuchter en, uh, en uh, simpel. Ja, ja, en ik vind het zelf heel leuk om alles te verkennen. En ik uh, ben zelf heel spiritueel. En ik denk dat er voor iedereen iets is dat past. En ik denk echt dat een hele hoop mensen spiritueler zijn dan dat ze daadwerkelijk denken. Want wat is spiritualiteit nou helemaal? Mensen hebben daar een beeld bij. Wat is dat nou eigenlijk? Weet je wat ik, ik Nou ja, je legt hem niet... voor. Wat ja. is spiritualiteit voor jou, ja. Gun van Poorten? In contact staan met jezelf, dus jezelf kunnen horen, beste vriendjes worden met, met jezelf, je eigen gebruiksaanwijzing schrijven, zeg ik wel vaker, dat je dat je weet, kijk, ik weet heel goed wat. Ik, ik heb mezelf heel erg leren kennen. En doordat ik mezelf heb leren kennen, kan ik sappen vooruit maken. Um, en dat is in stilte. De dus stilte is voor mij een heel groot. Ja, als je gevoelig bent voor prikkels, is stilte ja. wel lekker. Ja, en spannend. maar ben je ook sensitief? Denk het wel. Okay. Ja, dus heel veel mensen weten dat niet, hè. Dus je kan gewoon zo'n checklist. Google maar, zoek een checklistje, stuur het naar de mensen om je heen. En dan is overal waarschijnlijk het antwoord ja. ja. En, 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 nee, ja, het kan haast niet. Ik, ik ben niet zo van het label, maar het kan haast niet dat ik het niet ben. Ik zeg dat ook dat ik niet zo van het label ben, maar het heeft mij wel rust gebracht. Omdat ik me wel echt heel vaak ja. een beetje een gekke vogel voelde. Ja. Oh, ja. En dan zie ik mijn collega's en die. Dealen daar heel anders mee en ik heb dan even dat ik ik voel dat weet je als ik heel erg iets groots, heftigs, groot programma, live show, veel druk dan voelt het alsof ik kan vliegen in een soort van adrenaline rush. Ja, ja. En da daar komt een soort van what goes up must come down. Ja. stomme al die Engelse termen, maar ja, het is een soort achtbaan. Ja. Dat heb ik echt moeten leren, maar het, ik alles wat daarbij hoort bij hoogsensitiviteit, sensitiviteit, maar ook het afschermen. Dat kan ik nog niet zo goed. Alles wat iedereen waar ik mee ben, dat voel ik allemaal. Ook als we met honderd mensen op een set staan, dat is gewoon oh ja. veel. Ja. Uh, en ik heb wel als doel dat ik wat beter met hoogsensitiviteit leer omgaan. En in dat geval kan het wel helpen dat je weet: van oké, okay, het heeft dus een. Ja, ja en ik, je noemt al een paar voorbeelden. Ik ben het benieuwd, want ik weet zeker dat heel veel van mijn luisteraars ook mee te maken heeft. Op wat voor manier je het ervaart. Ik zelf heb het heel erg met geluid. Nou, ik ben niet van niks drummer en podcaster. Ik ben. Gevoelig qua audio, maar ook dus de negatieve kant. Ja. Dan heel moeilijk een gesprek volgen. In een, nou, vroeger toen het nog mocht in een drukke kroeg, dan, dan, dan verstaat iedereen elkaar. En ik, ik, de rest niet, of ik voel me heel snel overprikkeld. Uh -huh. Dit lampje boven ons dat zoomt. Dus als wij straks klaar zijn oh, met het interview, ja. weet ik niet hoe snel ik die lamp uit moet zetten. Ja, 100%. Ja, dit en, is. Uh, uh, ik zeg heel vaak 100%. Laatst iemand dat het mijn stopwoordje is. Dit is niet doordat de podcast 100% inspiratiepodcast is. <laughs> ja, ik zeg ja. zo vaak 100%. Ja, ja. Uh, ja, dit herken ik. En het heb ik in, met licht. Nou, oh, ja. we hebben van die hele fijne lampen die we thuis op programmaatjes kunnen zetten. En als mijn vriend houdt van heel veel licht. En ik weet precies wat voor kleur licht ik iedere lamp oh, ja. in huis wil hebben. Maar ook inderdaad, we hebben spotjes die zoomen. In, heel irritant. <laughs> ja, ja, heel ja, vervelend. Ja, ja. Maar ik ben er ook van gaan houden. Want ik heb het wel eens vervloekt. Jezus, 21ste, burn-out. Ik voel alles wat iedereen voelt. Ik, ik trek me al het leed van de wereld aan. Waarom ben ik zo? Waarom, waarom kan ik niet gewoon wat normaler zijn? En dat werkte niet. Dat, werkt, dat helpt je niet in het leven. Totdat ik ben gaan zien. Dat... Nou, dat is, dat, ik ben het niet eerst gaan zien. Ik weigerde alleen maar de negativiteit ervan ja, te ervaren. Ja, ja. Dus ik ja. dacht, wat heb ik hier nou aan? In mijn werk. Mijn carrière was er niet geweest op deze manier als ik niet hoogsensitief was. Ik ben er echt van gaan houden. Ik ja. kan uh, intensere gesprekken voeren. Ik merk dingen op die anderen niet zien. Mijn hoofd is een beetje is wel een soort special edition. Dus daar, en daar heb ik meer aan. Dat ik er op die ja. manier naar kijk. En dat je het ziet als een last. Ja, het is zo cliché. Maar je grootste kracht is ook gewoon vaak je grootste valken. Of het ja. is een gave en een, uh, ja. en een last tegelijkertijd. Ja. Um, ik vond je antwoord mooi op mijn vraag over spiraliteit. Je zegt spiraliteit is. Spiritualiteit is uh, beste vriendjes worden met jezelf. Hoe gaat jouw proces in beste vriendjes worden met jezelf? Mm, ik merk dat ik zulke stappen maak als ik echt alleen kan zijn en echt weg ben. En dat lukt nu gewoon niet. Dus ik ben uh, de afgelopen jaar, 2015, ben ik voor het eerst alleen naar Bali gegaan, want ik begon een hele drukke periode bij BNN, kon niet op reis. Ik had net mijn vriend leren kennen, maar nog niet goed genoeg om samen op vakantie te gaan. Dan Bali, let's go. Nou, daar ben ik een beetje begonnen met yoga. Dat vond ik daar heel interessant. Hier ook, maar nog niet heel erg. Mm -hmm. Tot ik op een gegeven moment, uh, ik weet niet hoeveel jaar later, in twee jaar later weer terug ben gegaan. Ik ben nu, denk ik, vier keer alleen geweest. Een aantal weken alleen. En daar. Uh, maak ik iedere keer heel veel stappen die ik in mijn rugzak mee naar huis neem. Dus daar kan ik echt. Mm. Ik heb echt. Okay. De prikkels moeten weg. Ja. Ook zelfs de mogelijkheid tot prikkels. Dus ik wil mijn telefoon uit. Dat ik ook echt weet dat ik niet gebeld kan worden. Dat is heel extreem. Want ik dan... mijn ouders en mijn vriend, daar ben ik dan ook niet voor bereikbaar. Die weten wel waar ik slaap. Maar... maar gewoon een week lang of zo. Een paar weken. Nee joh. Mm. Nee joh. Ja. Wow! <laughs> ja, maar dat, en, dan, yeah. en dat vind ik ook helemaal niet moeilijk. Wauw. Ja, ik ik, ja, misschien is het ook door wat ik ook net zei. Weet je, dat online... Ik ben dus heel gevoelig. Dus alles wat mensen sturen van... Me over, we doen mee met de challenge, lange berichten. Ik ga daar niet allemaal op in. Maar ik zie alles. Dus dat komt zo binnen allemaal. Want online is het voor mij wel heel extreem natuurlijk. Er gebeurt heel veel. Uh, en in mijn dagelijks leven ook dus ik heb zo die behoefte om ook gewoon dan helemaal niks te hebben ja. en dan maak ik hele grote stappen. Um, ik vind uh, breathwork ademhalingstechnieken heel fijn, maar die vind ik wel echt het fijnste om dat in groepsvorm te doen. daar ga ik iedere keer zo diep dat ik echt ja dat moet je voorstellen als je gewoon ergens alleen bent en dan de eerste vijf zes dagen, zijn altijd een beetje Heftig, want dan moet je dus landen en dan krijg je gewoon heel veel, dan komt alles omhoog en dan voel je, je helemaal niet zo chill en relaxed. En dan daarna komt een periode dat je denkt: hier was ik. Wauw, nice. En op een gegeven moment moet stiller in je hoofd. En dan mediteer ik ook iedere dag en ook heel lang. Want ik heb plekken waar ik dan naartoe ga, waar ik dan begeleid mediteer. En ook uh, cursussen volgen, seminars. En iedere dag lekker yin-yoga, lekker bewegen, veel wandelen. Ik, ben, uh, ik heb helemaal mijn plekjes daar. En dan. Kom ik altijd echt, dan kom ik thuis. Dan denk ik, hoe kan het dat ik hier dan, dat ik dat thuis niet heb, weet je wel? Dat is wat ik hier ook ambieer. Mm -hmm. Maar dat is toch een soort, nou ja, ik heb nog nooit de vipassana gedaan. Dat wil ik heel graag doen, maar dat is mijn in in op dat moment. Denk na tien dagen als ik echt. Even verduidelijkheid, ik het vipassana als tien dagen stilte ritueel. Ja. Ja. Um, maar ja, dat kan je eigenlijk, ja, daar praat ik ook niet met mensen. Het is niet dat ik in een hostel slaap en dat ik ja, daar. Dat uh, dus ik, ik, je pelt eigenlijk alles een beetje af. Dus eerst is er heel veel onrust en ook niet zulke fijne gevoelens. En dan komt er op een gegeven moment steeds meer stilte en rust. En dan kan ik mezelf zo helder horen. En dan is het ook gewoon stil. En dan kan ik gewoon, zoals je misschien wel kent, dat je meditatie een vraag erin gooit. En dan Komt daar gewoon een antwoord ja. op? Dan ben ik zo. De wereld ziet er anders uit. Hoe ik me voel is zo anders met, met dan in vergelijking met een dag waar gewoon die gewoon gevuld wordt door anderen. En daar haal ik heel veel antwoorden. Daar schrijf ik heel veel. Daar mediteer ik heel veel. En daar wordt me iedere keer zoveel duidelijk. Um, ja, dat lukt me gewoon hier niet zo goed. Het mooie, want je hebt het meestal. Uh, hebben we het altijd over zet kleine stapjes? Elke ja. dag iets kleins, iets ja. consistent, een proces wat je elke dag kan doen. Dat zegt meer dan in één keer een hele hoop. zo mm -hmm. ja, jij zegt op dit gebied: hè, van een beetje ja. ontprikkelen, werk jij wel zo. Gewoon even één week of twee ja. of drie weken compleet ontprikkelen. Ja. Dat is voor jou uh, als, als dat één of twee keer per jaar gebeurt. Ja. Dat werkt wel heel goed. Dat neem je dan mee in je rustzakje. Yes, ja, kijk, natuurlijk, het, is het allerbelangrijkste dat je in iedere dag een vorm van rust vindt. Maar ik weet wat er met mij gebeurt als ik echt extreem in die rust ga. En daar liggen zoveel antwoorden die je niet kan horen. Als je gewoon in je, in je ja. drukke leven zit. Ja. En dat, dat is voor mij zoveel waard. Ja. Um, en iets wat ik ook gewoon mezelf cadeau doe. En ook iets wat een hele hoop mensen heel vreemd vinden. Ja. Um, maar waarvan ik gewoon weet dat, dat mijn leven, de iedere keer als ik, als ik terugkom van zo'n reis, dan gebeurt er heel veel. En ik weet ook zeker dat ik op Bali gezeten drie weken, dat ik dacht: oké, okay, nou, ik hoop dat ik hier een idee krijg wat ik zelf kan gaan doen. Wat wil ik met mijn programma? En dat kwam niet, totdat het op een gegeven moment wel kwam. Dat ja. ik in één keer de tune van Annie Huisman in mijn hoofd hoorde. <laughs> maar ik weet zeker dat al die reizen, al ja. die trips, al die indrukken, al die momenten van stilte, dat is allemaal een onderdeel geweest. Ja. Dat zich uiteindelijk soort van manifesteerde. Op dat moment dat ik in bed lag. En over dan wel elke dag een klein stapje gesproken. Je hebt het al een paar keer gehad over mediteren. Je hebt mm -hmm. zelfs mediteerd Challenges. Waarbij je jezelf ja. om zeven uur in je pyjama gaan ja. zitten. Neem als je wil de luisteraar mee in wat jouw favoriete vorm van meditatie is. Stilte-meditatie. Um, ja, laat ja, het concreet worden. Zeg maar exact in welke houding en adem um, en focus. Wat, 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 hoe doen we dat? Heb ja? op een poef? Um, Um, dan vind ik het eerst fijn om um, mijn nek een beetje los te maken. Als je ja. net uit bed komt, heel eventjes een, een beetje rekken en strekken. Alvast wel water gedronken. Ja. Um, en dan gebruik ik een timer van Headspace. Ja. Um, op een extra telefoon, zodat ik niet... Ja. toch ja. nog zo'n mailtje zo... Ja. Ah, voor ja. Dat is verschrikkelijk. Nee, ja. Ja. En um, als ik net wakker ben, omdat ik gewoon echt merk... dat mijn hoofd soort fris is... Um, en het liefst 20 minuten. En ik uh, ben nu meer bezig met de meditatie van Joe Spencer. Dat is een geleide-meditatie. Uh, ik weet niet of je een beetje in thuis bent in wat Joe Spencer doet. Ja, uh, zeker. Ja, nou, dat, dat is een, echt een geleide-meditatie. En dat vond ik zo bijzonder, omdat ik het altijd in stilte doe. En dat je dan in één keer zo daarin opgaat dat je denkt: oh, wat relaxed. Ik hoor gewoon een stem. Maar ik vind het een uitdaging om te gaan zitten en me te focussen op mijn ademhaling en die afstand van je gedachten te nemen zodat je geen oordeel hangt aan die gedachten en dat helpt me ook door de dag heen. Als ik 's ochtends zit en voel dat ik daar afstand van kan nemen, dan hou ik dat vast in de dag. En voor iemand zoals ik die al zeg maar bij wijze van spreken door het zoompje van de lamp helemaal van slag kan raken, is dat heel fijn. Het ja. besef, het gevoel dat je meer bent dan je gedachten is, dat daar iets achter zit, dat er altijd een soort van, net als een beetje, zeg maar, dat de zon nu achter de wolken schijnt, dat die rust er altijd is. Um, dan ga ik twintig minuten ademhalen, maar het kan ook zomaar zijn dat ik als ik, een, als ik genoeg tijd heb, dat dat drie kwartier um, echt in stilte. En um, er is altijd wel een notitieboekje waar. Ja, de, eigenlijk is het, het noteren van je gedachten wow. de allergrootste therapie die er is. Ja. Ik weet gewoon dat als ik lang mediteer, kan ik dat punt aanraken wat ik dan heb als ik twee weken in mijn eentje ja. lekker op balie rondbanjer. Ja. En in die kern, in die rust, daar zit alles. Dus ik probeer ja. daar zo vaak mogelijk te zijn, omdat daar dan. Ja, wat ik heerlijk vind is de staat van zijn. waarbij je eigenlijk zeg maar happy for no good reason. 100%. Door het gewone leven kan ik best wel onrustig voor no good reason. Weet je wel? Ja. Of gestrest voor no good reason. Ja. En als je dan gewoon ineens denkt: ja, er is nu echt niks. Ik zit hier in mijn fucking eentje. in het donker op een kussentje. Ja. En ik voel me top. Ja. Dat is een heerlijke staat van zijn om in te zijn, oh, toch? Oh ja, dat heb ik ook tijdens het wandelen. Dat ik dan nu, weet je, wel, er is niet zoveel. Ik ben met mijn koffietje lopen en dan gisteren of eergisteren was ik aan het wandelen en toen lachte iemand anders naar me die ook aan het wandelen was en het regende en het is natuurlijk super koud nu in januari. Dat denk ik ja. Dat gewoon gelukkig zijn met zijn. En dat is nu dus een hele mooie uitdaging denk ik ook om als je nu je geluksmomenten kan vinden. In een wereld die zo stil staat. Dat is een fundering. Die niemand meer van je af kan pakken. Ja. Ja. Wauw. Tof dat je zo eerlijk bent. <laughs> um, ja. Waar, waar, we kunnen toch over zo ontzettend veel dingen hebben. Oké. Okay, waarom niet? Ik knal hem gewoon erin. Tegenslagen. Hebben we allemaal mee te maken. Mm -hmm. En soms ja. mensen denken. Ja ik wel. Maar Gwen van Porte vast niet. Nou jij ook. Ja. Hoe ga jij om met tegenslagen? Uh. Uh, ik probeerde ze vroeger niet te voelen, wat een best wel een struikenblok was. Ik was, uh, heel, ben nog steeds heel positief, heel uh -huh. positief opgevoed ook. Dus ik dacht: als ik gewoon zeg dat alles een reden heeft, alla de secret op mijn 18e, 19e, dan is dat zo. Maar daarmee ging ik voorbij aan het feit dat sommige dingen gewoon heel kut zijn, en pijn doen, en verdrietig zijn, en kwetsbaar zijn. Eh. Uh, en dat heeft denk ik ook wel een rol gespeeld bij mijn burn-out die ik heb gekregen. Het ontkennen van je gevoelens. Ik ben bij een coach gekomen en die zei: maar wanneer voel jij dan kut? Ja, maar uh, hoezo dan dat ik kut voelen? Want het is toch als ik gewoon weet dat het gewoon wel goed komt. Ik weet toch dat het, dat het yeah. of dat uh, ja uh, altijd had ik wel een soort reden. Hij, en hij vertelde me: ja, ik ben echte mensen die voelen zich ook wel eens rot. En dat heb ik echt moeten leren, want ik was dat altijd maar positief zijn. Daar ga je aan onderdoor als het tegen beter weten in is. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik voel ze. En ik heb gewoon. Het leven heeft mij zo vaak laten zien. dat alles wat gebeurt dat negatief is. dat daar iets anders voor in de plaats komt. Of dat het nodig is. Dat het een. Ik heb, en dat ging echt van. Oké, okay, ik weet dat dit een reden heeft, maar. Ik weet niet wat. En nog steeds heel verdrietig. Denk positief. Denk positief. Ja, totdat ja. er echt op een gegeven moment een punt was. Dat er iets niet doorging. Dat kan een programma zijn. Of ja. een deal. Of een teleurstelling. Een vervelende samenwerking die beëindigd wordt. Allemaal dat soort dingen. Dat ik echt het gebeurde. En voelde. Dit heeft een reden. En dat er de dag daarna een telefoontje komt. En dat het, dat het allemaal bij, met elkaar te maken heeft. Dat ik. Het ene programma wat niet doorging... Uh, als ik daar ja op had gezegd... dan had ik dat andere, veel grotere ding niet kunnen doen. Er hangen altijd dingen tegenover. Dus dat zit zo in mijn gebakken dat ik echt... Uh, nu de, de lessen meteen voel. Dus dat ik niet okay. meer... en dat is heel fijn. Daar heb ik echt heel lang aan gewerkt. Uh, ik vind soms dingen nog steeds heel erg kut. En heel, ik kan ook heel goed verdrietig zijn. Uh, um, maar ik voel wel dat... Loslaten en je overge overgeven, geen dingen proberen te manipuleren. Dit is wat er gebeurt, dit is wat er moet gebeuren. Los. Dat is, dat is uh, een, een weg geweest. Uh. Ja, want je lijkt me iemand die ook best wel van controle is. 100 procent. Daarom is dat ook zo moeilijk. Maar als je weet dat het stressen over iets. en er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten tegenslagen. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel verschillende dingen En heel veel verschillende. Ja. Uh, maar als ik het over werk heb, het heeft geen nut om gek te worden, of verdrietig, of boos te worden, over dingen die je niet kan controleren. Die energie, dat dat ja. en, en dat is iets wat, wat ik ook vaak tegen mezelf moet zeggen. Ja, ja, je hebt zo'n wijsheid, boeddhistisch of spiritueel van, ja, als je ergens mee zit, je piekert ergens over, of whatever, dan ja, is de vraag, kun je de invloed op uitoefenen? Ja. Als het antwoord ja is, nou Supergoed nieuws. Oefen ja. er een invloed op uit. Gaan we wel eens ja. Kunnen er geen invloed op uitoefenen. Nou, ook ja. supergoed nieuws. Laat het dan los. Want het is blijkbaar wat het is. En ja. je kan er niks aan doen. Ja, en het besef dat het leven en... voor je werkt. Ja. Dat. dat... Maar, het enige ja. dat, je, dat je. Ja, ja, niet, nou, ja? ja leg het uit. Ja, er maar uit. En dan nee, kom het ik enige wat met... ik merk dat als ik gewoon. Wat mijn taak is, is om iedere dag te kijken hoe ik mezelf. Zo gelukkig mogelijk kan maken, hoe ik ervoor kan zorgen dat ik ja. energie heb. Waar gebeurt dat door? Als ik dat doe, dan ga ik lekker. Ja. En dat is gewoon zelfkennis. Ja, weet, ik weet dat uh, de hele dag school op mijn telefoon, tot negen uur s'avonds bereikbaar zijn, uh, afspraken uh, aangaan waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb. Ja, dat, dat maakt mij niet gelukkig met als resultaat dat, ja. uh, dat het een neerwaartse spiraal ja, is. Maar wat wou je zeggen over nou, het leven ik, voor ik, je werk? Voor deze camera. Ik had sowieso nooit gedacht dat ik mijn geld voor de webcam zou verdienen. Maar ja. dat doe ik tegenwoordig. <laughs> <Ja>. <laughs> dus voor deze camera geef ik ook wel eens webinars. Of, of voor het bedrijfsleven lezingen. Ja. Laatst gaf ik een lezing over veerkracht. Nou, ik ga het nooit meer zo noemen, want het is eigenlijk helemaal geen Thijswoord. Ja. Noem het gewoon weer lekker. Hoe de fuck vind ik geluk? Ja, Vlees veel beter. Precies, ja, ik snap wat je. Maar het we hadden het over of het nou hoe het ook heet. Ik heb het dan altijd ook over omgaan met tegenslag. En ook corona. Pak je ja. als haakje. Maar goed, we hebben allemaal ja. tegenslag in het leven. En toen deelde ik ook. Nou, een van de dingen die ik dan deel ligt in lijn met wat jij net zei. Van ja, je kunt alles als het ware omdenken. Of in elk geval kun je jezelf de vraag stellen. Ja, maar stel dat dit gebeurt voor een goede reden. Wat zou die reden dan zijn? Weet je wel? Niet mm -hmm. relevant of het zo is. Maar nou, daar hadden het een beetje over. Uh, en uiteindelijk dat je natuurlijk overal groei uit kunt halen. Want ja, de situatie is een situatie. Die kun je toch niet veranderen. Dus probeer er maar gewoon het positieve uit te halen. En dan hadden de chat openstaan. Nou ja, huh? mensen tegen het plafond. Weet ja, je wel? Wat ja weerstand. Ja. Fucking young Grasshopper, Thijs Lindhout, 32 Lentes, jongen. Jij mij nu vertellen dat ik niet mag rouwen om dit en dat. En het zijn toch allemaal tegenslagen. En alsof ik niet mag voelen wat. Maar je met mag jou, het dan... voelen. Je mag het voelen. Je moet je er niet door laten leiden. Je mag iets binnen laten komen. Maar je moet niet je leven daar door laten bepalen. En ja, ik heb met het positieve denken over alles nog steeds. Ik, ik, ik incasseer wel dingen. En ik, en ik zorg ervoor dat. Uh, ik niet tegen beter weten in positief ben. Weet je, ik voel het inmiddels wel. Ja. Maar voor mij zal het glas altijd half vol zijn, of ja. zelfs overstromen. Want ik doe daar niemand kwaad mee. Ja. Stel je voor: hè, er is een situatie. Er gebeurt iets heel naars. En ik denk: dit heeft een reden. Uiteindelijk heeft het bijvoorbeeld helemaal geen reden. Mm -hmm. Wat is er gebeurd? Ik ben lekker met die situatie omgegaan. Ik heb er beter door geslapen. Ja. Mijn dagen zijn beter. Ik voel me lekkerder. Er zitten minder stressreacties in mijn lichaam. Um, alles is beter. Als ik meteen al van het negatieve uitga, is de weg naar die kut uitkomst ook nog eens kut. Ja, ja, ja. Snap je? Ja. Dus ik denk altijd, je, je, je doet er niemand kwaad mee om positief te denken. Maar ik, ook... ik snap voor sommige mensen dat. Dat die daar niet zijn en dat ja. je dan denkt: wie denk je wel niet dat je bent? Ja. <laughs> nou, ik, ik, was, ik wil je een aantal dingen over. Mag ik ook wat zeggen? Ja, tuurlijk, ja? zeker. Ja? Nee, vind ik een eer. Want ik, uh, ik was een keer op een seminar, uh, Being Limitless, was echt door zo'n guru uit India, van de oh, One leuk. World Academy. Ik weet niet of je dat kent. Ja, dat ken ik. Maar Limitless ken ik ook van uh, Tony Robbins. Ja nou, ja, nou, Tony Robbins is door hen geïnspireerd. Dus sterker hmm. nog, Tony Robbins. Dan weet die... ik welke. Ja. Dat is ja. uh, van Chris Nijie. Ja, ik, ja ik, ik weet dat de school waar, uh, waar uh, Tony Robbins uh, dat dat in India was, waar hij alles vandaan heeft. Ja, van in elk geval relatief recentelijk, ik, een jaartje vijf geleden of zo, is ja? hij er helemaal door geïnspireerd. One World en, Academy? Ja, zo heet dat. En ja. is dat ook een heel mooi gebouw? Ja, een ja, heel mooi gebouw in Ja, dat weet ik, ja. Uh, want Tony had het altijd over peak state, leven ja. in een peak state, weet je wel. En dan tijdens dat seminar, dan voel je die peak state en dan be beweerde hij altijd, ja, hoe zou het zijn als je gewoon 80% van de tijd in deze state bent en nou, en later kwam hij erachter door die One World Academy, gasten, ja, eigenlijk moet ik mijn theorie gaan aanpassen, want je moet helemaal niet 80% van de tijd in een peak state zijn. Dat kan helemaal niet. Je moet 80% van de tijd in een beautiful state zijn. En een beautiful state, dat kan van alles zijn, Het hoeft niet per se die peak state te zijn. En, uh, maar ik was bij een seminar van die gasten, ja, helaas gewoon in het troosteloze Borgland hier in Amsterdam. Dus niet ja. in het mooie paleis in India. Ja. En uh, toen vertelde hij, uh, nou, hij zit echt op zo'n kleedje drie dagen lang, en jij als deelnemer ook. En toen vertelde hij ineens een verhaal. En dat ging een beetje over waar wij het nu over hebben. En, en ik zat op het puntje van mijn stoel. Ik denk, wat komt er nu? Want hij vertelde zo dat iemand, zijn broer of zo, of iemand die ging op een waterscooter helemaal lijp doen. En toen viel hij er vanaf een praktische been. En toen later zei hij dus, ja, ja, nou, ik ben dan ook op zoek naar uh, wat voor reden hier dan achter zou zitten. En uh, ja, dit zou ook wel voor een bepaalde reden gebeuren. En toen dacht ik echt, oké, okay, ik ben heel benieuwd wat hij nu hierop gaat zeggen. Yeah. En toen zei hij zo erop, en hij zo, uh, nee, je bent gewoon fucking dom geweest. Je hebt gewoon roekeloos die waterscooter gezeten en je bent er vanaf geflikkerd en je hebt je ja. been gebroken. Hier ja. zit helemaal geen diepere betekenis ja. achter. En dat vond ik ook wel, wel grappig en, en uh, verhelderend. Ja, het is een soort van... Uh... Mechanisme ook voor jezelf om gewoon te dealen met het leven. Weet je wel. Ja. Kijk naar dingen als een les. Ik, ik vind het gewoon heel fijn om op die manier uh, over alle dingen die naar zijn na te denken. En, en het op die manier te laten gebeuren. Ja. Omdat ik gewoon het, niet het nut zie van het negatieve binnen laten komen. En die spiraal waar je dan in terecht komt. En ik zeg niet dat dat niet altijd ja. gebeurt of dat, dat ik het altijd zo kan doen. Ik zie wel het verschil met als er ja. iets. iets Onwijs kuts gebeurt als ik het in me heb. Hè, dus dat, daar hoort dan ook alles waar we net over praten bij. Ik weet als ik mijn ochtendroutine pak en ik mediteer lekker en ik drink lekker water en ik beweeg, dat als ik dadelijk een vervelend belletje krijg, dan heb ik het meer in me ja. om zo'n roze bril op te zetten. Ja. Maar als ik niet goed voor mezelf Precies, zorg ja. en dat, dan dat, dat staat dat allemaal met elkaar in verbinding. Ja, en dat helpt wel als je de gedachte gelooft. Want positief denken werkt dus niet. Als, als jij jezelf lelijk vindt, je gaat zeggen: Ik ben mooi, ik ben mooi, ik ben mooi. Ja. Dan kan de reactie van het stemmetje in jou wordt dan soms alleen maar groter. Van deze ja. manier waar. Dus het helpt wel als je op zoek gaat naar iets wat je gelooft. Ja. En dan ja. dat uitpakt. En dan. Uh, ja, ja, daar heb je gelijk in. Ja, ja. Ja. Maar goed, we dwalen, we dwalen af. <laughs> um, ja, is er iets wat ik, wat ik jou had moeten vragen. Maar uh, nog niet gedaan heb? Nee, dat weet ik niet. Ik weet. Nee, ja. Waar, waar, even zo'n ondernemersvraag, hè? met z'n allen de podcast of met z'n allen het ja. platform, met z'n allen het imperium, waar staat dat over vijf jaar? Ja, larger than life. Waarom praat ik zoveel in het Engels? Ik denk dat ik omdat ik veel Engelse podcasts luister. Dat is een valkuil. Ja, ik, ik vind het ook... namelijk heel irritant als mensen oh, dat okay. altijd doen. Larger than life. Nee, ja, the sky is the limit. Ook gewoon omdat... Doe het ik het Godver. Ja, maar wat, wat zeg je dan in het Nederlands? De... Horizon is de grens. Ja, nee, uh, Laten ja. we het op de skies de limit okay, houden. Ja. Kijk, ik hou van heel hard werken. Mm, daar zijn geen grenzen aan. Dat heb ik heel lang, nog steeds, voor anderen gedaan. Dus ik heb anderen hun kleurplaten ingevuld. Heb ik heel mm -hmm. hard voor gerend, heel hard voor gelopen. En nu heb ik iets in mijn eigen handen. Waar ik zoveel energie uit krijg, die ik alleen maar wil teruggeven. Ja. Dus ik probeer. Verstandige stappen te maken. Um, het is heel bijzonder dat er nu op dit moment zoveel connectie en verbinding is met iedereen die volgt, die luistert, die kijkt, terwijl we elkaar nog helemaal niet hebben ontmoet. Normaal gesproken zou je meteen denken: event, we gaan een venue uh, huren, we gaan elkaar zien. En dat is nog niet gebeurd. Uh -huh. um, ik blijf dingen doen die uit mij komen, zoals nu ik wil gemotiveerd raken om te bewegen. Dus we doen het samen. Weet je? Het is niet dat ik mensen dingen ga leren. Uh, met het mediteren hetzelfde. Ik wil heel graag echt iedere ochtend mediteren. Laten we het samen doen. Ja. Um, ik ben bezig met events, um, om toch ook in deze tijden mensen de optie te bieden om uh, samen te zijn. In tijden dat je toch veel alleen bent, uh, dat ga ik onder andere doen met Nanne van der Leer van uh, Lief Leven. Mm -hmm. um, en ik wil heel graag mensen gaan ontmoeten. Ik wil heel graag uh, mensen echt dingen gaan leren. Met mensen samen gaan werken die echt iets, iets kunnen toevoegen. Um, maar de basis moet zijn dat het samen is. Dat het met z'n allen is. Dat gevoel wil ik ja. vasthouden en bewaken. Ja. Um, en ja, en wat, wat voor nu, ik kan niet die hele trap zeg maar bekijken. Ik kan niet kijken dat dat verlamde mij altijd een beetje. Oh ja. Dat ik dacht. Oké, okay, dan ik weet wel wat die eerste stap is, maar die andere tien die weet ik niet, dus ik ga het niet doen. Nu probeer ik echt stapje voor stapje te kijken. Ik kijk niet verder dan uh, de eerste helft van dit jaar, en ik geloof uh, dat op deze manier dat er steeds meer, uh, meer, hoe zeg je dat, traptredes duidelijk worden, zeg maar. <laughs> maar het is mijn ja. fundering. Hè. Kijk, het ja. leuke is, ik, ik ben nog steeds met een hele hoop andere dingen bezig, maar dit is ook mijn plek persoonlijk om als mm -hmm. maker te groeien ja. en om. Uh, um, te blijven leren, los van al het andere wat ik doe. Dus dit is ook een beetje mijn, mijn basis. Ja. Waar ik het tijd terug naartoe kan komen. En voor nu, wat kunnen we verwachten met z'n allen de podcast? Elke week een episode? Um, vanaf 26 januari is dat dinsdag. Is het is 26 januari een dinsdag? De laatste week van januari op dinsdag, dan komt de eerste weer. Ik heb ja. nu even drie weken pauze. Komt de website live. En op 1 februari start met z'n allen mediteren weer. Uh, ik ga dan een maand lang weer met, uh, met iedereen mediteren. Dan beginnen we de eerste week op 5 minuten. Tweede week naar 10 minuten. Oh, 15 cool. minuten, 20 minuten. En ik geef gewoon tools. Dus uh, er zijn QA. Ik ben geen zenmeester, totaal niet. Maar ik mediteer en ik doe dat op mijn manier. Maar de mensen die volgen, er zitten ook mensen tussen die al heel lang mediteren. Die bemoeien zich er ook lekker mee. Dus iedereen gooit vragen op elkaar. Um, en daar is ook ruimte voor sessies die ik met mensen doe. Het is allemaal lekker veilig achter uh, dat account. Met z'n allen de podcasten uh, op Instagram. En daar krijg ik gewoon heel veel energie van. Nu zijn we de eerste maand van het jaar lekker aan het bewegen. Dan gaan we mediteren. Yeah. Er komen events aan. En zo zijn iedere keer weer stapjes uh, duidelijker. Maar ja, de basis is natuurlijk de podcast. Ja. Cool. Ik zal even tweaken met de volgorde. Zodat deze episode nog voor 1 februari online komt. Ja, dat, dat vind is ik leuk. leuk. En, en als mensen dus mee willen doen met, ja. met, met z'n allen mediteren. Ja. Wat moeten ze dan doen? Volg het met z'n allen de podcast op Instagram. Ja. En daar uh, starten we gewoon. Iedere ochtend doe ik het om 7 uur. Dus dan komt er een video live. Die blijft gewoon staan. En, kijk, en als jij dat dan 8 uur wil doen is ook goed. Als jij het voordat je gaat slapen wil doen. Helemaal goed. Maar ja. iedere dag blijft er een video staan. En ik geef gewoon tools van hoe je... Kan ademhalen, hoe je kan zitten, dat je je eigen manier moet vinden. Dat je niet gek moet worden na één week dat we van vijf naar tien minuten gaan. Weet je wel. Het is heel laagdrempelig, maar vooral voor iedereen die of al heel lang mediteert en een stok achter de deur wil hebben, of geen idee heeft wat mediteren is, maar misschien wel ja. denkt dat het iets voor jou is. En we doen het samen. Dus dat is het leuke dat ook een hoop mensen die eerste weken, als je nog nooit hebt gemediteerd en je begint met een paar minuten, dat je denkt: what is going on? <laughs> ik, ik mag niks denken, bijvoorbeeld. Ja, Zo'n ja, vooroordeel. Ja, 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 ja. Of ik uh, moet nu chillen, want dit is mijn rustmoment. Nou ja, jij weet het ook wel. Uh, Meditatie kan soms helemaal niet nee, chill je aanvoelen. Je geeft je hulp tegen de gelegenheid om op hol te slaan. Vaak. Precies. Ja. Dus dat soort dingen is heel fijn. Als je gaat beginnen dat je dat, uh, dat, je dat samen doet. En vooral nu. Hè. Heel veel mensen werken toch thuis. Uh, niet die connectie die ze in de kroeg maken. Uh, en nu misschien juist de rust om hier een gewoonte van te maken. En dat is mijn doel. Dat zie ik dus ook nog na de eerste keer. Want ik heb het al een keer eerder in oktober gedaan. Dat mensen echt nog steeds iedere dag mediteren. En uh, we bouwen eigenlijk samen aan een gewoonte. Dus volg dat Instagram-account. Het is helemaal gratis. Je kan gewoon lekker meedoen, lekker volgen of even van een afstandje ja, kijken. Tof, tof. Heb je nog een slotwijsheid voor de luisteraar en kijker? Nee, dit was het. Nee, uh, ja, dan moet je me wel een hoek geven voor Nou ja, slotwijs. met z'n allen. Dat, ja. dat linkt al naar verbinding. Dus ja. dat is iets waar jij echt, waar je achter staat. Ja. Want dat, dat leidt uiteindelijk dus ook naar meer geluk in je eigen leven. Dus ja. kun je misschien binnen de context van samen met z'n allen. Nou ja, nog een wel, slotwijsheid geven. Nou, de slogan van de podcast is uh, met z'n allen, want samen is beter dan alleen. Ja. En ik geloof daarin dat we altijd die connectie kunnen maken. Zeker nu. En dat. Uh, Los van het feit dat ik uh, mijn telefoon helemaal niet zoveel gebruik en dat ik vaak offline ben, is er zoveel mogelijk nu. Ik hou van het internet en van social media, omdat we echt stappen met elkaar kunnen maken. En social media is al lang niet meer: nah, 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 kijk eens wat ik, uh, waar ik op vakantie ben, en hoeveel yeah. geld ik heb verdiend. Je kan social media gebruiken op een manier dat het jou wat brengt. Ja. Door de juiste accounts te volgen, ja. de juiste ja. mensen te ontvolgen, de juiste hashtags te volgen. En ik geloof echt dat dat tijdperk nu is. Um, dat je je social media kan inrichten zoals je zelf wil. En dat je daar ook echt wat aan hebt. Zoals bijvoorbeeld jouw podcast luisteren, um, meegaan mediteren, samen in beweging komen. We zijn echt wel, ook in deze tijden, uh, meer samen dan ooit. Mooi. Dun, dun, dun. Thanks, lieve Gwen. We gaan afronden helaas. Dankjewel, Thijs. Onwijs bedankt. Box. Nou, dat kan gewoon. Nee, wel zo. Nope. 100%! Days. Ja, en jij ook bedankt, uh, lieve luisteraar. Als je op YouTube kijkt, dan, dan zwaai ik nu naar je. En Gwen misschien ook. Doei! Ja, ik ben ook. Super. Leuk. Uh, onwijs bedankt voor het, uh, voor het luisteren. Volgende week staat er gewoon weer een, uh, een nieuwe episode online. En onthoud, volg met z'n allen de podcast. Op uh, je favoriete podcast-app, op YouTube en op Instagram. En dan kan je in februari meedoen met de meditatie-challenge. Yes. Nou, hoe tof is dat? Leuk. Doe dat. Tot volgende week en leef intens.